Een film van haast 90 jaar oud, dat is best uniek. Makken op bestelling van het bestuur van het Old Burger Weeshuis. Als wieren visionairs wisten zij al dat in 1931 wat de kracht wie van bewegend beeld. Ter gelegenheid van het 350-jarig bestaan. Het Old Burger Weeshuis besteedt al zo'n 1581 en in 1931 wie dat reden om een film te maken van alles wat het dier had versnits. Ze had het weeshuis de mei verzwargen dat het Wilhelmina-park er kwam. Er waard jood op het kleedlijn van de onlis van een sportpark. En de edele ambacht van de Burkin waard promoten. Een oorkeunstikje wie het onlissen van de wetterliedings. Met de OSA-karakteristieke wettertoerens resultaat. In de 88 hier na het opnemen van de film is er wel het een en oor verloren. Maar nog altijd is de invloed van het Altburger Weeshuis op de stadsnits goed te zien. Ja, aan tafel een bestuurslid van het Old Burgers Weeshuis van O. Altijd heel leuk om dat te zeggen, OBW. Lisbeth de Jonge, welkom. Ja, jij bent van de publiciteiten, van de PR. Ja. Maar in 1931 ging die man dat al in de gaten, hè, van we moeten wat doen. Ja, en dat waren mannen hoor, inderdaad, in 1931. Maar wel inderdaad met visie. Zij hebben toen opdracht gegeven om een tijdsdocument te maken. Ja, van de stad Sneek en van hetgene waar het OBW voor stond. Hè. En ja, daar zijn we verschrikkelijk blij mee. Heel trots ook op. We hebben dat vorig jaar als bestuur samen met onze pachters voor de eerste keer bekeken. En toen hadden we zoiets, ja, dat willen we heel graag in ons bezit weer terugkrijgen. Want het was van het OBW. Ja. En het Fries Filmarchief heeft dat gedigitaliseerd en ons gisteravond aangeboden. En dat is nu een document waar we mee de boer op gaan. Ja, letterlijk. Dat zoek ik ze. Want zij wien eigenlijk van de reclame, lid Shin wat we dien hebben. Ja. In die tussentijd heb je hem eigenlijk helemaal net een heel soort van jezelf zien litten. Het OBW, wat is dat? Wat doet ik binnen überhaupt nog wezend? Heel veel mensen weten dat al je net. Wat doe je? Nou, ik denk dat er ongetwijfeld nog wel wezen zijn in Nederland en in Friesland. Maar bij je niet, maar je wij hoeven daar niet meer voor te zorgen. Nee, dat is inmiddels een overheidstaak. In de jaren 60. In wat doe je? Nou, op dit stuit? Ja, wij hebben twee takken van sport, twee poten. We hebben de pachters, de boeren, die op landerijen van het Old Burger Weeshuis hun bedrijven, hun melkveebedrijven uitvoeren. En die brengen pacht in. En met die pacht, daar zorgen wij voor dat allerlei initiatieven, lokale initiatieven van de stad Sneek en de dorpen IJsbrecht en Meloinga, het oude Sneek, dat die kans krijgen. En dat zijn initiatieven op gebied van sociale onderwerpen, recreatief. We hebben heel veel aandacht voor kwetsbare jongeren, voor kansarme jongeren. Eigenlijk waar wij vandaan komen, de zorg voor de wezen is misschien niet direct meer noodzakelijk. Maar we laten zeker niet los daar waar we kunnen ondersteunen op gebied van jonge mensen in de stad Sneek, ja, die gewoon een duwtje in de rug kunnen gebruiken. Ja, en dat doe je hem eigenlijk al hier een beetje op de achtergrond helemaal niet zichtbaar. Maar laten we dan eens even zien naar die mooie beelden. Het is een jelle hoeren. Ja. En dan pakken we eventjes een stukje van het Wilhelminapark erbij. Ja. En dan kun je jou misschien wel even een verslag doen. Volgens mij keer dat prima. We zorgen je tot de algemene zaken. Nou, en dan komen we bij het Wilhelminapark, want daar is een yield in investeerd. Wat hebben ze daar hier? Ja, ze hebben in de tijd het Wilhelminapark in 1898, geloof ik zelfs, ruim 100 jaar geleden opgericht om de burgerij van Sneek gewoon een schone en een veilige en een mooie plek te geven. Er was behoefte aan een stukje groen in of aan de stad. Ja, dit is het dingetje van de oude vandaag. Ja, de oude, ja, is er nog steeds. Dat bankje staat er nog steeds. En dat heeft voorzien in een grote behoefte. Er zijn gewoon veel mensen konden gaan wandelen, die konden gaan vermaken in Sneek. Dat was natuurlijk ook een luxe voorziening. En dat park is nog steeds aan de rand van het centrum van Sneek en wordt nog door heel veel mensen gebruikt. Er is ook een eiland in de vijvers. Ja, zullen we gewoon even een knip van de vingers doen en dan zorgen we wat het nou is. Jont Riletter, want dan ben we Joerte Kijven West. Prachtig. En dit is het park nou en dit is wel aardig, want het is nooit dat die film bruut is, HMX zo, van we stekken er wel yield in. Ja, nou, dat is wel een primeur die ik hier kan vertellen. We krijgen subsidieaanvragen van allerlei instellingen, stichtingen, verenigingen uit Sneek. En een van de aanvragen is of we mee willen doen met de restauratie van het park. Je kunt begrijpen, na 120 jaar moet er ook wel weer het een en ander vervangen worden, gerestaureerd worden. En
Nou, daar trekken we niet onze handen vanaf. We hebben toen in de tijd dat park neergezet en nu vinden we dat geweldig om daar weer mee verder dus, te gaan. Dus met jou, Jim? Dus we hebben daar geld voor beschikbaar gesteld. Hoeveel? En, nou, dat gaat waarschijnlijk naar de 10.000 euro. 10.000 euro? Die we dit jaar gaan uitgeven voor de restauratie van het park. Maar dat weten die mensen nog net? Nee, dit is een primeur, dus maar nou. Ze hopen daar wel op. Ja, okay, ja, ja. Dus dat is we gaan nog wel praten over voorwaarden, want niet dwingend, maar wel adviserend zouden wij het heel erg fijn vinden als ook daar weer kwetsbare jongeren in betrokken worden. Of kansarme jongeren bij de uitvoering van de restauratie. En nou, dat gesprek dat gaan we nog voeren met de mensen die zich hiervoor gaan inzetten. Dan wil ik toch nog, dit is mooi, prachtig, bedankt voor die primeur. Leuk dat ze dat nou weten. Ja. Toch even, maar even waarom, want die beelden zijn al leuk. Ja. Even naar dat Weeshuis. Daar hebben ze echt beelden van, dat heel krek ik even het seizoen in de voorbereiding. Vertel eens even, wanneer wien er dus nog wolwezen en wat gebeurde er? Ja, tot de jaren 60 toe zijn er wel wezen geweest, waar we op de Kruisenbroederstraat in Sneek een voorziening voor hadden. Dat was toch nog niet zo slecht. Je trof het natuurlijk niet als je wees was. Maar als je dan toch bij het OBW terecht kwam. Nou, je ziet het hier op de beelden. Daar was een speeltuin, überhaupt een tuin. Er waren schommels. De kinderen die er waren, bleven zo tot hun 20ste jaar in dat weeshuis wonen. Maar kregen een opleiding. De meisjes huishoudelijk, voorbereidend op hun taak later als moeder de vrouw. En kregen ook een uitzet mee als ze dan uittraden uit het weeshuis. En de jongens kregen een beroepsopleiding. En kregen ook een gereedschapkist mee en overals en werkspullen. En dat was niet slecht. Er werd goed voor de wezen gezorgd. Mm-hmm. En ja, of je daar naar terug moet verlangen die tijd. Maar we namen dat wel serieus als OBW. Er werd ook een huiselijke sfeer geboden. En ja, mijn indruk is een beetje terugkijkend en wat ik erover lees, dat niet een slechte voorziening was. Zeker niet. Maar er ook veel mensen die daaraan bijdroegen. Het was gewoon een noodzakelijk kwaad. Maar dat werd wel met goed gevoel ingevuld. Oké. Dat is mooi. Ja. Dan heb ik toch nog één laatste ding. Een vraag aan jou, want jij bent van de publiciteit. Je hebt een heel soort netzinlid. Maar er is een oproep aan het eind van de film. En misschien kiep je die ook even zien, die hebben we even uitknipt. Besluiten wij dit overzicht, dat is het einde van de film, met de wens dat bij een volgend jubileum van de OBW een nieuwe reeks van goede daden mogen zijn tot stand gekomen. Tot heil van Sneek en haar bevolking. Ja. Nou, dat gebeurt. Dat zijn je met mee bezig, ja. Maar hoe liet je het nou meer in de publiciteit zien? Zat die man dat jonder jullie nek in? Ja. Want dat is nou jouw rol. Ik weet het, er is een Facebookpagina. Ja, we zijn vrijdag in de lucht gegaan met een Facebookpagina. Onze website van het OBW Sneek wordt op dit moment geactualiseerd. Daar komt een digitale fietsroute op te staan tussen alle boerderijen. We hebben 9 boerderijen in en rond Sneek die van ons land pachten. 378 hectare land. Nou, daar kun je allemaal langs fietsen. Maar wij zijn nog steeds volop bezig, hoor. Met allerlei. Maar je lid het mission? Ja. We treden naar buiten. We zetten de vensters open. En ja, daar is die historische film, dat tijdsdocument, is daar een voorbeeld van. Maar ook actueel. We doen mee aan de Open Monumentendag. We zetten letterlijk een beetje de deuren open. Oké, dat is prachtig. Nou, tigre, dank voor je verhaal, Lisbeth de Jonge. Ja, en wil je die film nog zien? Hij is op YouTube te vinden, Old Burgerweeshuis, dan Kim Wolfine.